Hallo. Ik ben er al even, maar ik ga even kijken of ik zo mee kan kijken. Dus doe maar rustig. Het is nog geen 8:30. Ik weet niet hoe het weer bij jullie is, maar hier barst volgens mij zo meteen het onweer los. Het begint al lekker te rommelen en het is pikken donker buiten. Maar goed, daar hebben we binnen geen last van. Ja, ik zie dat jullie er zijn. Oké, helemaal goed. Leuk dat iedereen er is. Wat gaan we vanavond doen? Ik ga weer op de Bonnefoy iets maken. Dat wil zeggen, niet al te veel voorbereiding gedaan. Ik heb een ideetje in mijn hoofd zitten voor een iJournal pagina. En dat wil ik samen gaan maken voor jullie. Ik heb wel wat dingetjes voorbereid in de hoop dat ik dat erbij nodig heb. Maar ik weet het niet 100% zeker. Vandaar ook dat ik nog niet de link naar de pagina hierbij heb gezet. Die zet ik na de uitzending erbij, zodat ik dan ook alle daadwerkelijk gebruikte producten erbij kan zetten. Dus die kun je na de tijd terugvinden. Nou, goed. Laten we gauw beginnen. Ik ga werken in mijn iJournal van Delusions. Dit kleine boekje, A5 formaat, smal. Ik heb dit voorbereid alvast, want het moet even drogen aan de lucht. Maar dat ga ik nu alsnog even voordoen aan jullie, hoe ik dat gedaan heb. En daarvoor heb ik nodig, want ik weet niet zeker of jullie het kunnen zien. Mijn beeld loopt vertraagd mee, dus ik moet even wachten tot ik het goede beeld heb. Nee, jullie zien het waarschijnlijk nog niet goed. In elk geval, ik heb hier het stencil voor nodig en een mask van Darkroom Door met de cirkel. En ik heb daarvoor nodig een stencil van Dutch Doobadoo, de Leaves. En modeling paste van DecoArt en een spateltje. Zoals jullie zien heb ik hier cirkels opgemaakt met de structuurpasta. En hoe ik dat gedaan heb, ga ik je nu even uitleggen. Ik ga het even op een los blaadje doen, want je kunt natuurlijk ook een iJournal pagina gewoon op een los blaadje maken. Wat je daarvoor doet is, je legt de stencil van Darkroom Door op in je iJournal. Dan leg je het stencil van Dutch Doobadoo eroverheen. En dan pak je wat structuurpasta, oftewel modeling paste van DecoArt. En dat breng je aan net in het cirkeltje. Zal er ook iets buiten komen, maar goed, het meeste in het cirkeltje. En dan haal je het eraf. En zoals je ziet heb je dan een cirkel uit je stencil gehaald. Nou, dat doe je nog een paar keer over het hele vel van je iJournal pagina. En je schraapt het glad over je stencil heen, dan pak je ze allebei tegelijkertijd op. Je ziet, dit is dan een stencil van Darkroom Door en het andere stencil van Dutch Doobadoo, de Leaves. Nou, ik ga er nog een doen. Je mag het ook best een beetje van je blad af laten vallen. Je hoeft ze niet precies op je iJournal pagina hebben. Van je blad afvallen noem ik zo als je rondje niet helemaal passend is op je bladzijde. Dus kijk, hier zie je op een gegeven moment dat hier nog een klein randje van het blad, zeg maar, afvalt. Nou, ik heb hier, kan ik nog een stukje maken aan de zijkant. Alleen oppassen dat het gedeelte waar je al pasta hebt wat nog niet droog is, dat je daar niet met je stencil weer overheen gaat. Dus die moet je even een beetje omhoog houden of hem ernaast leggen, dat hij er net langs gaat. Horen jullie mij? Ja, volgens mij wel, want ik zie niet dat jullie klagen over geen geluid. Dus dat is dan prima. Ik hoor mezelf bijna niet meer. Zo hard gaat de regen hier tekeer.
dit is de pagina geworden op een los blaadje. Dit laat je aan de lucht drogen. En vandaar ook dat ik die pagina even van tevoren al had gemaakt. Want dat moet wel droog zijn. Als je dat namelijk met een heat tool doet, kan ook hoor. Maar dan moet je oppassen dat je het niet te lang verhit op één plek. En het duurt wat lang. Ja, wat langer. Maar het duurt nu wat lang, zeg maar, als ik jullie daar mee had moeten lastigvallen. Dus geen heat tool die je nu hoort van mij. Omdat ik hiermee... Deze leg ik even terzijde. En ik pak nu daadwerkelijk mijn art journal pagina. Kijk. En hier heb ik al met al ongeveer 6 rondjes opgemaakt. Op dezelfde manier zoals ik net heb voorgedaan. Dus. Nou, en dan gaan we hier nu mee verder. Dit mag aan de kant. Ik wou vanavond gaan kleuren met de Distress Oxide Sprays. Er zijn nieuwe kleuren onderweg. Die heb ik helaas nog niet binnen. Oxides moet je altijd even schudden voor gebruiken, omdat het bezinksel zit onderin. En dan moet je even goed door elkaar mengen. Daar zit ook een palletje in het flesje, dat hoor je nu ook. Het gaat nu rettakatatak langs elkaar. Nou, en zo gaat het goed door elkaar. Wat gebruik ik voor kleuren vandaag? Ik gebruik Spiced Marmalade en Picked Raspberry. En dat zijn eigenlijk de beide felste kleuren bijna van het eerste setje sprays. Je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen van nou, ik spuit mijn ondergrond en mijn blad al wat vochtig. En je kunt zeggen van ik ga gewoon op droog werken. Ik spuit hem heel iets vochtig. Dat doe ik gewoon met een sprayflesje water, niet te nat. Je zult zien dat de kleuren dan wat meer door elkaar heen, sneller door elkaar heen vloeien. Ik probeer, maar ik weet niet of het lukt hoor. Ik wil proberen om een bovenrand een beetje in de Spiced Marmalade te doen en de onderrand in de Picked Raspberry. Normaal gesproken zou ik dit in een doos doen, zodat ik niet zoveel smerig maak op mijn bureau. Maar goed, dit is voor jullie makkelijker om te zien, dus... Ik ga er zo wel even met een doekje overheen. Het is wel heerlijk weer om te vreubelen, moet ik zeggen. Wat moet ik iets hoger doen, Mirjam Ruitsbeek? Ik kan het wel hoger... Ik denk dat je het lager moet doen. Dat ik het lager moet doen. Als ik het hoger doe, zie je bijna niet meer wat ik doe, namelijk... Ik hou mijn flesje nu eigenlijk iets te schuin. Waardoor die niet goed pompt. Zo, ja. Gezellig ook niet, die regen op de achtergrond. Oh, mijn boekje lag te laag. Oké, okay. Ja, nee, ik had het even gekeken, dus dat klopt. Ik wou net zeggen, want als ik mijn camera hoger zet, dan zie je bijna niet meer wat er gebeurt. Dus dan vandaar dat ik het beeld niet hoger kan doen. Goed. Nou, zoals je ziet, dit gaat nu heel mooi. Loopt het in elkaar over. Dit ga ik wel even drogen met de heat tool. Dus en de regen en de heat tool geluiden. Het klinkt mooi achter door elkaar heen zo. Ik leg altijd een A4'tje tussen mijn velletje van mijn art journal, zodat ik zo min mogelijk vies maak van de andere al gemaakte pagina's of de nog te maken pagina's. Ja, Marie-Christine, dit zijn de Spiced Marmalade en de Picked Raspberry van de Distress Oxide Sprays.
Het fijne aan de sprays is dat je heel snel een achtergrond gekleurd hebt. En vooral in je art journals is dat natuurlijk een perfecte oplossing. Ja, je ziet ook dat het de spray, zeg maar, waar het wat dikker is, dat het dus wat langer duurt voordat het droog is. Wat je daar aan kunt doen, is gewoon een klein beetje deppen met een stukje keukenrol. Geeft soms ook nog wel een heel mooi effect. Nou, valt me nog niet tegen dat het echt wel een beetje oranje-roze is geworden. Dus echt zo'n overloop. Wat ik in gedachten had. Zo, nou dat is droog. In elk geval voldoende droog. Dan moet ik even kijken wat ik nu wil gaan doen. Want het is altijd het leuke van iets bedenken waar je nog mee bezig moet. Dan moet je altijd een denkproces gaat dan even verder. Zo van, oh, wat gaan we de volgende stap doen? Als je daar alles al goed voorbereid hebt, dan is het wat anders. En dan kun je gewoon stap voor stap doordoen. Maar nu moet ik ook even gaan denken. Goed, ik denk dat ik in elk geval voldoende sprays heb gebruikt. En wat ik nog wel kan doen is even met de gewone oxide inkt de rondjes nog wat extra aanzetten. Als je dan niet te hard drukt, dan komt het in principe alleen op de structuurpasta. Door ze net iets meer uit het papier knallen, hoop ik. Ga ook het rondje wat, zeg maar, op de helft zit ook echt half om half bijwerken. Dus ik pak ook weer gewoon de Picked Raspberry Oxide inkt. Inktkussentje en de Spice Marmalade inktkussen. En dat doe ik gewoon met de inkblending tool. Dit waren de onderste en dan doen we de bovenste dus met de Spice Marmalade. Oh, ik zie dat de inktjes wel in beeld zijn. Ik wist niet zeker of het in beeld was. Het haalt net iets meer op. Ik ben een beetje in de cirkelstand op dit moment, ook vooral in de art journal, omdat er een uitdaging een hele maand loopt van Birgit Koopsen met Everything Circles. Ik denk, nou, is dit ook gelijk een mooie uitdaging voor. Dus ik doe ook eigenlijk aan twee dingen tegelijk mee. Ik doe jullie een uitleg van hoe je kunt werken en ik ben zelf dus met de cirkels bezig. Wat mij nou wel leuk lijkt, is ook om wat cirkels te stempelen. En die zouden in principe uit deze set kunnen komen van Indigo Blue. Dat is de Swears. Dat zijn ook eigenlijk allemaal cirkels. Dus ik ga er daar een aantal uitnemen. En ik pak ook gelijk mijn mask erbij van Darkroom Door. Want die set van Darkroom Door is en een stencil en een mask. Dus hetzelfde rondje, zeg maar, wat dus hier uitgestanst is, dat zit er dan ook nog weer bij. Dus die kun je dan ook nog weer gebruiken om eventueel de cirkels af te dekken. Ik moet een
acrylblokje hebben. Even pakken. Zo. En even kijken welke ik dan als eerste ga gebruiken. Ik denk dat ik deze pak. En misschien dat ik die nog wel pak. Nou, zo even kijken wat mooi uitkomt. Nou, zoals jullie weten heeft Tim Holtz ook Distress Archival inktjes uitgebracht in dezelfde kleuren. Ook in Spice Marmalade en Picked Raspberry. Die zitten in een setje van 4. Samen met nog een groene en een gele volgens mij. Ja, samen met de Barn Door en de Fossilized Amber. Ik pak deze tweede dus uit omdat het dan weer in dezelfde kleuren blijft. En ik wil die stempels nog niet te veel laten poppen. Vandaar dat ik dezelfde kleur gebruik. Deze zijn dan wel waterdicht. Dus dat is watervast. Niet waterdicht, maar watervast. Goed. Even beinkten. Ik ga hem eerst even op een kladje afstempelen. Omdat ik even wil zien of die eruit komt te zien zoals ik wil. En dan heb ik ook een beetje idee van hoe die dan is. Nou, dat lijkt me leuk. En ik ga hem denk ik een beetje half hier achterweg laten komen. Zo. Dat is 1. En dat gaan we gewoon een paar keer ook weer herhalen. Dat is juist het leuke van cirkels. Die kun je gewoon blijven herhalen. En misschien moet ik hem hier doen. En wat je ook zou kunnen doen is hem één keer gewoon dik afdrukken en één keer wat minder dik. Zo. Nou, zoals je ziet komt hij nou, die ene, die eerste komt daar mooi achter weg. Zo, de bui is over. Weer wat rust. Ja, Frits, Dorothea, dit is de Distress Oxide. Niet de nieuwste hoor, dit is nog van een oude serie, want de nieuwe heb ik nog niet binnen. Die is in bestelling en nou ja, zo gauw als die binnen is, zet ik hem natuurlijk ook online. Dat is geen probleem. En dan meld ik het natuurlijk wel, maar af en toe een beetje draaien met je balletjes. Dat is natuurlijk altijd goed. Ik doe diezelfde ook toch even door naar boven. Alleen dan ga ik hem afdrukken met de Spiced Marmalade. Ja, Suzanne, het is de cirkelstencil van Duikendorf inderdaad gecombineerd met de stencil van Dutch Doobadoo. Ik weet niet zeker of je nou het antwoord gaf op iemand of dat je het even voor de zekerheid wilde weten, maar ik zag namelijk geen vraag langskomen, vandaar dat ik het even op deze manier doe. Nou, hebben er veel van jullie vakantie deze week of valt het nog wel mee? Iedereen die lesgeeft heeft uiteraard vakantie, want de scholen hebben vrij volgens mij. En dan hoop ik dat je... Oké, dankjewel Suzanne. Ik hoop dat jullie zien wat ik doe, want deze is minder duidelijk als de Picked Raspberry Archival inkt. Het mooie is dat deze kleurtjes dus overeenkomen met de Distress inkt, maar dat ze dus na afstempelen wel watervast zijn. En dat is, dan heb je toch een lekkere watervaste inkt die overeenkomt met de Distress inkt. En zo is
Rangje wel heel handig bezig om alles op, goed op elkaar af te stemmen. Nou, ik geloof dat ik hem eerst even zo laat. Ik kan er altijd nog wat bij zetten later als het nodig mocht zijn. Dan ga ik toch nog dat andere. Maar dan ga ik niet dezelfde maat doen. In eerste instantie in gedachten had, wordt het niet. Maar dan denk ik toch dat ik voor een iets kleinere ga. Ook met de streepjes. Ik denk dat dat mooier is dan dat ik alles in dezelfde maat doe. Heerlijk, Dorothea. Vakantie. En je had een mooi weer bij tot vandaag, volgens mij. En dan ga ik iets spannends doen. Ik ga toch ook met de Picked Raspberry door de Spice Marmalade heen. Valt er nog iets meer op. En net zo meteen ook andersom. Even kijken. Nu wil ik een mask hebben. En die moet ik er even afhalen, want het blokje is iets te groot. Dan kan ik het beter met de vingers doen. Anders wordt de stempel niet goed afgedrukt, omdat je hier net met de naad zit. Zo. Dat komt straks allemaal goed. Dat is de. Even schoonmaken, dan ga ik hem toch ook nog met de Spice Marmalade even afdrukken. Kijken of die er mooi. Dat is het voordeel van de oxides. En ik denk ook wel van een argeval dat hij best wel heel goed over de oxides heen gaat. Dat je hem wel goed ziet. Even mijn mask schoonmaken. Ik kan het nog weer een keer gebruiken. Dan moet hij in het hoekje, dus het mooie is als je hem dan zo aandrukt dat hij best wel goed pakt over het algemeen. Ja, kijk, dan loopt hij toch mooi door in de naas. Ja. Ik vind hem eigenlijk zo wel oké. Eerst. Stempel weer terug. Nou, dan had ik nog een ideetje, maar ik weet niet zeker of ik hem nou eigenlijk wel zo'n leuk idee vond, maar ik ga het toch even uitleggen. We hebben onlangs in het assortiment opgenomen de Mixed Media Paulus van Ranger. Dat zijn een, volgens mij een achttal kleuren. Embossingpoeders met een extraatje erin en daardoor worden ze eigenlijk een beetje, ja,
hoe moet ik het zeggen, wat meer ja, echt geschikt om als mixed media te gebruiken. Ik heb net even een groot stukje helemaal volledig met versamaak ingesmeerd. Eigenlijk gewoon een velletje stempelkarton. En die heb ik helemaal met de, deze is dan de Fire kleur inge, ja, eroverheen gestrooid, zeg maar, en verhit met de heat tool. En je kunt wel zien, dat wordt het er eigenlijk een beetje, ja, 2-3 kleuren effect. Er zit ook een mooi glansje in. En daar heb ik ook rondjes uitgeponst. En dat heb ik ook gedaan met de lilac. En ook daar zit eigenlijk hetzelfde, ja, zit een soort glasstukjes in of iets, maar dat, het smelt ook wel op het moment dat je het gaat verhitten. Dus het wordt wel één geheel en het smelt in elkaar, zeg maar. Dus je krijgt wel een heel leuk effect. Nou weet ik niet goed of het er heel goed bij past qua kleur. Dus ik ga even kijken als ik het erop leg wat er dan gebeurt met het geheel. Nou, iedereen heeft wel cirkelponsen in huis of stansen. In de stansmachine, je kunt het eigenlijk op diverse manieren wel gebruiken. Dus je ziet, ben ik dus echt helemaal in een cirkelmoed. Met verschillende maten ook. Waarschijnlijk laat ze ook nog wel iets afvallen. Wat vinden jullie? Vinden jullie dit een toevoeging of zeg je van nou... Oké, paars vind ik er niet bij passen, zegt Astrid. Helemaal goed. Maar als ik ze eraf haal, de paarse... Ik vond het zelf ook nog niet heel denderend, dat klopt. Ik kan natuurlijk ook zorgen dat ik nog iets meer paars erin zet en dat het dan misschien juist wel weer past. Maar dit is iets subtieler, hè? Als je puur alleen de fire doet. Helemaal niet doen, dat kan ook. Oké. Nee, geen paars. Oké. Okay. Paars ben ik al van af. Oké. Okay. Geen paars. Wel oranje dan? Ja, een stuk of drie. Maar een stuk of drie is wel heel minimaal, denk ik. Want dan vind ik hem weer zo... Omdat de hele totaal al best wel heel veel cirkels heeft, vind ik, als je er maar drie doet, vind ik het wel heel minimaal. Maar dat is dan weer mijn mening. Kijk, dit is wel altijd leuk, hè? Dus iedereen heeft zo zijn mening. Ik denk dat ik dan toch eerder voor 5 ga. Dus dan heb ik toch ietsjes gedoseerd. En een oneven aantal. Dat vind ik dan op zich, ja, dat is 3 natuurlijk ook wel, maar... Te massief. Oké, dat kan ook. Dat is ook een idee. Haal ik ze weer af. Kijken wat er dan gebeurt. Wat jullie dan zeggen. Ik kan nog alle kanten op. Zit nog steeds niet vast. Dus we kunnen nog net doen wat we zelf willen.
Ja, ik ben al niet zoveel van plan, Johanna. Dat is het hem juist. Omdat ik zonder vooropgezet plan ben begonnen. Wat ik nog wel zoiets had, ik denk van, nou, ik moet in elk geval nog wel wat oppoppen. Dus er zal nog iets met een extra aanzetkleur komen om deze cirkels, die dus in het structuurpasta zijn, dat we die eruit halen. Dat we die wat meer omhoog halen op de een of andere manier. Ja, het is echt 50-50. Ik had het dan door, Astrid. Ja, ik vond het er ook net iets meer uitspringen, maar goed, het is. Nee, ik blijf in de rondjes, Loes. We gaan vandaag geen vlinders doen. Die doe ik al zo vaak, vlinders. Dus dat ik denk van, nou, dan gaan we een keer op abstracte manier doen. Misschien dat ik die dan groter naar beneden moet doen en een kleine omhoog. Zo. Nog één keer dan. Ja, het is mijn pagina, maar jullie moeten het ook mooi vinden. Even kijken. Ja. Nou, ben ik heel benieuwd wat er nu komt nog. Ja, ik vind 5 ook leuk. Ik doe ze er zo op, geloof ik. Mijn zus zegt het ook. Ja, stempels erbij. Wat voor stempels zouden we erbij doen? Ik had natuurlijk net al de rondjes gestempeld. Maar we zouden natuurlijk ook nog iets van een achtergrondstempel kunnen doen. En een tekst of iets dergelijks. Gewoon een simpel tekstje. Paar simpele tekstjes kan. Ik ben bang dat als ik dat ik deze erbij ga doen als achtergrondstempel, dat ik het te druk ga, sowieso te druk ga vinden. Alles kan, hoor. Wat ik ook nog zou kunnen doen, zit ik me te bedenken. Ik kan natuurlijk ook nog dit stencil erbij doen en die nog wat in de achtergrond weer extra verwerken en dan nog gewoon met inkt. Maar dan doe ik dat voordat ik die rondjes op ga plakken. Dan haal je dat nog weer wat op. Ik denk dat ik dat ga doen in elk geval. Om dat er nog weer een beetje structuur nog weer doorheen te krijgen. Dit wordt wel heel leuk. Ik zal het zo laten zien en zal ik het iets hoger ophalen. Dit doe ik dus weer met de Spice Marmalade, gewoon oxide. Kijk, dan haal je. Zal ik even iets dichterbij zetten? Je ziet hem hier. En je ziet er daar iets. En dan heb je het net weer iets meer bij elkaar getrokken, denk ik. En dat kunnen we natuurlijk ook nog met Picked Raspberry doen. Dan ben ik mijn deksel kwijt. Oh, daar.
stencil een beetje schoonmaken. Zo. Dit gaat wel heel leuk worden. Zo. Dan heb je nog net een beetje die structuren nog weer in. En toch op een andere manier als met de structuur pasta. Goed. Nou, gaan we die rondjes er nog weer opleggen. Kijken of we het nog steeds mooi vinden. Of... zo ongeveer. Deze gaan we wel op doen. Ja, en dan ga ik daarna ga ik ze... aanzetten. Ik ga dit doen met de tacky glue, maar deze is bijna leeg. Dus het duurt even voordat hij een tijdje is. Ja. Voordeel van deze tacky glue is dat hij duurt even voordat het droog is en er vast zit. Maar als het dan vast zit, zit het ook echt vast. Hier kun je echt alles mee vastzetten. Hè. Zowel papier, maar je kunt er ook embellishments mee van metaal of van plastic. Alles pakt het. Plak alles en druk altijd alles aan met een stukje keukenrol ertussen, omdat ik altijd bang ben dat ik mijn vingers vies heb. Als ik het echt stevig aan ga wrijven en dat ik mijn pagina op mijn kaart dan weer verpruts. Vandaar even op deze manier. Zo. Nou, dan kan ik natuurlijk dit proberen iets op te halen met een kleurtje. En dan zit ik altijd dat ik dan denk van ja, als ik dat dus nu met paars ga doen, vinden jullie het vloeken, denk ik. Terwijl ik zelf altijd denk van oh, paars en roze en oranje, dat past wel bij elkaar. Maar, of met bruin, iets een bruinige dingetje eromheen, waardoor die iets uit gaat halen. En uit gaat vloeien. Dan moet ik even kijken waar ik dat dan het beste mee kan gaan doen. Ik kan ook een Posca nemen. Om te bedenken. Een bruine Posca die niet al te bruin is. En bij het oranje kan dat wel. Maar... even op een klein stukje te proberen of ik dat wat vind. Zien jullie het? Ik ben niet zo weg van die Posca als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat ik dan toch gewoon voor een bruine het
chocolate ga van de gelato's. En dan moet ik iets mijn vingers iets. Het mooie is als je vingers heel iets vochtig maakt, dus een stukje babydoekje of dan wrijf je het wel heel makkelijk uit. Ik vraag me af of dit het. Oh! Hey, mijn tekst loopt niet meer mee. Goed, ik zie in één keer dat jullie nog wel wat zeggen af en toe. Helemaal goed. Ik denk dat ik hem ook zelfs wel langs deze rondjes ga doen. Alleen even kijken hoe ik dat ga doen. Worden ze ook al iets minder fel. Iets een randje omheen en overheen zet. Ik denk dat ik zo nog daar nog wel iets extra's nog mee doe. Poppen, nou in principe die structuurpasta rondjes die poppen er nu een beetje meer uit. Moet het boekje iets omhoog houden, hè, anders dan. Nou, en zo ga ik ze allemaal doen. Ik weet niet of jullie de tijd hebben om daarop te wachten. Of dat je zegt van ik wil liever dat je nou eerst met wat anders doorgaat. Dit hebben we nu wel door. Zo.
even tussenweg, want het grootste smeerwerk hebben we wel gehad. Nou, nog één rondje. Dat, en dan vind ik het eigenlijk ook wel mooi om iets aan de randjes nog te doen. Zo. Nou. Ik mis ergens nog iets, maar ik weet nog niet precies wat. Even over nadenken. Soms een proces dat ook wat langer duurt dan één dag. Maar goed. Daar hebben we nu geen tijd voor, dus we gaan even verder. Even kijken wat we nog kunnen doen. In elk geval een tekst misschien. Gewoon simpel. Oh ja, wat ik ook nog had, maar ik weet niet zeker of dat blijft zitten. Zwarte Posca. Die van die bruine Posca van net, die vond ik eigenlijk te licht. En een donkerbruine Posca heb ik volgens mij niet. Toch maar de zwarte doen. Ik ga op die rondjes, die met die mixed media rondjes, ga ik stippeltjes zetten. Langs het randje. Dat doe ik ook bij allemaal. Eentje. Dat betreft is een art journal pagina natuurlijk altijd best wel een proces wat moet groeien onder je vingers en handen.
Dat is niet iets wat je eigenlijk, dat doe je nooit in 10 minuten, zeg maar. Een kaartje kun je in 10 minuten maken, maar een art journalpagina kun je niet in 10 minuten maken. Nou, dan zou je nog kunnen zeggen van, ik ga er wat spatters op doen. Met zwarte gesso of zwarte acrylverf met een kwastje. Moet ik alleen even kijken waar ik de gesso heb gelaten. En de zwarte acrylverf. Als je één moment hebt. Zo. Oké, je vindt zon. Nou, ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt zometeen als je de andere stippeltjes ook ziet. Maar goed, dat is ook heel persoonlijk natuurlijk. En weet je, soms is het ook zo'n groeiproces. En iedereen heeft zijn smaak. Door het goed dun is. Tik je gewoon af. Ja, dat was heel relaxed, dat klopt. Gewoon voorzichtig met beleid doen. Wat ik zelf wel altijd gewoon hele simpele en makkelijk vind. Is gewoon iets van woordjes, iets van love, dream en smile of iets dergelijks. En of be happy. Dat kun je gewoon stempelen met zwarte stason op een stukje stempelkarton. Ik leg de pagina even apart, zodat ik hem niet in de weg heb. Ik heb dit gestempeld met zwarte stason of met, je kunt het ook met eigenval inkt doen. Maar in elk geval dat het waterpaste inkt is. En wat je dan kunt doen is dit met dezelfde inktkleuren, alleen dan in de distress inkt, even gaan kleuren. Even kijken of ik de Spice Marmalade snel kan vinden. Wow, dat is voor mij altijd een probleem. Ik heb altijd alles door elkaar zitten. Kleuren die je nodig hebt, die liggen altijd onderop. Ja, ik heb het. En zo. Even een klein beetje op de craft sheet. Water eroverheen. Even droog met de heat tool.
teksten zijn van Katzelkraft. Zijn heel leuk. Ja, klopt. Er zijn heel veel kanten mee op. Tekststempels kun je ook nooit genoeg hebben eigenlijk, hè, in je stempelcollectie. Tenzij je heel goed kunt handletteren, want dan schrijf je natuurlijk zelf. Maar dat kan ik niet en daar heb ik ook het geduld helaas niet voor. Ik zou willen dat ik het kon. Maar ja, ieder zo zijn eigen ding. Hè? Even kijken, ik ga het even snijden. Goed kunt knippen en recht kunt knippen, kun je het ook knippen. Met een snijden altijd net even iets makkelijker. Zijkantjes knip ik wel even. Ik doe dit niet met de oxides. Waarom doe ik dit niet met de oxides? Om dit kleuren van de woorden. Omdat de oxides wat dekkender zijn. En aangezien ik de teksten al had gestempeld... zouden die dan weer heel erg wazig gaan worden. En dat is dan weer jammer. Altijd ook even spelen weer met je. Tekstjes, hoe je die dan weer opzet. Ik vind hem eigenlijk zo wel heel leuk. Dus, dat gaat hem zo worden. Ook die gaan we weer... vastzetten met en trouwens ook zou je dubbelzijdig tape achter kunnen plakken. Dit is eigenlijk breed genoeg. Dat is op zich ook nog een optie. Dan zit het ook in één keer muurvast. Ik heb nou de lijm bij de hand liggen, dus ik doe het nu even met de lijm. En een extra takkie. En een extra takkie. Lijm, zeg maar, is of de niet lijm, sorry, de tape is ook een idee hiervoor. Die rode tape. Dat is de extra sticky tape trouwens, sorry. Be happy. Ja, doe ik wel hoor. Ik kom er ook nog weer langs, Sila. Maar dat ga ik denk ik dan even met een potlood of een... of dat er een zwart randje langs doe.
dat kun je ook weer op twee manieren doen. En je zou het eventueel ook eerst nog weer met de stress inkt het randje kunnen sponsen. Dat is ook een optie. Ik denk dat ik hem even teken. Ga ik even oefenen op een stukje. Dit is niet donker genoeg. Ga ik het toch met zwart doen. Gewoon een beetje nonchalant. Kan zijn dat ik zelfs zo nog even een schaduwrandje zet met de Faber-Castell Gelato. Als ik weet wat ik laat heb hier, geloof ik. Ja. Even meer eruit draaien. Aan de onderkant en aan één zijkant. En niet helemaal rondom heen. Haal ik iets omhoog. Nou, volgens mij was hem dit wel voor vanavond. Nee, Elisabeth, helaas, deze zijn er niet kleiner. Deze heeft, tenminste, katselkracht heeft ze niet kleiner. Ze zullen ongetwijfeld van anderen er wel zijn, maar dan zullen ze ook weer een ander lettertype zijn. Dus, iedereen kiest zijn eigen keuze. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Nou, ik heb het nu op deze manier afgemaakt. Ik ben er best tevreden over. Misschien hier en daar nog iets kleine extraatje toevoegen. Maar dat is ook maar net hoe je er zelf in staat en wat je er zelf van vindt. Leuk dat jullie er weer waren vandaag. Ik zal de volgende keer weer een kaart maken. Ik denk dat dat op zich ook wel leuk is. En weer met echt een stempeltechniek. Dit is meer een mixed media techniek. In elk geval de gebruikte materialen zal ik zo meteen even bij elkaar zoeken. En die zal ik op de website zetten. En dan zal ik ook de link bij dit filmpje op Facebook, als je hem terugkijkt, zetten. Zodat je eventueel, mocht je je dingetjes leuk vinden, dan kun je alles weer terugkijken. Ga hem natuurlijk ook weer downloaden voor YouTube. Dus ook op YouTube kun je deze tutorial straks weer terugkijken. Leuk dat jullie er waren. Fijne avond nog allemaal. En tot de volgende keer. Doeg!